ben ik weer, Dilaila Teunis. Welkom op mijn kanaal. Kom je voor het eerst op mijn kanaal, druk dan hier beneden op de knop op abonneren en mis geen enkele video meer van mij. Vergeet ook de notificatiebel niet aan te zetten, zodat je meldingen krijgt als ik een video upload. Tegenwoordig kun je me ook een bedankje sturen. Hartelijk bedankt daar alvast voor. Jullie zijn echt super lieverds. Dank voor de mooie cadeautjes. Hier onderaan de balk van de video kun je op de button bedankt drukken om mij te bedanken als je blij bent met de content die ik maak. Lukt dit nou niet via YouTube, dan kun je in de beschrijving van de video en in de reacties van de video kun je een link vinden om dat op een andere manier te doen om mij te bedanken en mijn cadeautje te geven. Nou, super lief. Dan heb ik nog dat jullie af en toe eventjes op de community post moeten kijken. Eventjes ter herinnering voor de mensen die het niet weten. Daar plaats ik de updates of als er nieuwe interviews zijn of als ik een tijdje niet aanwezig ben met video's. Dan weten jullie waar ik gebleven ben. Maar daar staat dan zeg maar een post hoe of wat. Of tips of leuke dingen. Dan als jullie de hele serie van deze prachtige redenvoeringen willen terugkijken. Dan heb ik voor alles mijn playlists. Dus dan kun je ook in de balk van mijn kanaal kun je dus playlists bekijken. En dan kun je de hele serie achter elkaar af laten spelen. Nou, lieve mensen, we zijn gebleven bij redenvoering 21 en dan gaan we weer verder. Saint Germain, 12 december 1932. Aanroeping. Oneindige tegenwoordigheid. U drukt uw volmaaktheid overal uit. Wij verwelkomen en loven uw volmaakte manifestatie in ons leven, ons gezin en onze leefwereld. Mogen uw stralende licht, alles wat niet bij uw manifestatie past, voorgoed verteren. Mogen uw wijsheid steeds naar uw volmaakte pad leiden. Mogen dit pad altijd vervuld zijn van uw liefde en mogen uw licht het steeds verlichten. Omhul ons nu en altijd met uw glorievolle straling. Ik maak u de vreugdevolle en liefdevolle groeten over van de grote heerschaar voor deze samenwerking en voor datgene wat enkel kan zegenen, verlichten en doen ontwaken. Zet de video's geregeld op, hè, om jezelf te programmeren met deze prachtige wijsheid. En het scheelt, dit kan je gewoon lekker doen als je in bed ligt, of als je in de auto zit, of als je aan het trainen bent, of weet je, luister er lekker naar. En hè, je hoeft niet te gaan zitten en te lezen, hier kun je lekker naar luisteren. Redenvoering. Konden de studenten en degenen die de Ik Ben tegenwoordigheid kennen, maar beseffen dat er geen groter bewustzijn is, geen grotere activiteit die door de bewuste wilskracht kan op gang gebracht worden, dan de erkenning en de aanvaarding van de Ik Ben tegenwoordigheid. Het speelt geen rol wat de verschillende waarheden zijn die men op iedere hoek van de straat kan vinden en waar de mensheid naar reikt om meer en beter inzicht te verwerven. Elke waarheid leidt naar deze Ik Ben tegenwoordigheid. Dat is absoluut waar. Alles leidt weer naar het hogere bewustzijn. U hebt nu het voorrecht om haar te kennen, te begrijpen en te gebruiken. Gelijk welke soort kennis of kracht is volkomen waardeloos, tenzij ze gebruikt wordt. Wanneer diegenen die het gebruik van de Ik Ben tegenwoordigheid willen begrijpen en met diep gevoel willen toepassen, opnieuw in contact komen met andere wegen van inzicht. Dan zullen zij in hun eigen wezen zien en voelen hoe verheven de kennis van de Ik Ben tegenwoordigheid is in vergelijking met alle andere ideeën over de waarheid. Omwille van de studenten leg ik de nadruk op deze kennis, zodat ze ten volle de machtige waarheid zouden vatten dat ze zowaar de machtigste tegenwoordigheid en kracht van God, die Ik Ben, in zichtbare fysieke werking brengen wanneer ze zeggen: ik ben alles wat ik wens te zijn of wat ik wens te verwezenlijken. Ja. Dus ik ben alles wat ik wens te zijn of wat ik wens te verwezenlijken.
Dit verschilt van iedere andere bevestiging die ooit in een uitspraak weergegeven werd. Deze machtige uitdrukking is de enige bevestiging of uitspraak die een dergelijke kracht werkelijk in beweging brengt om een gesteld doel waar de bewuste aandacht op gericht werd te verwezenlijken. Dit is de reden waarom Jezus Christus deze bevestiging koppelde aan zijn belangrijkste uitspraken. Indien de studenten van deze straling zouden mediteren of nadenken over de uitspraken die Jezus voor hen deed vanuit zijn eigen straal, dan zou dit hen helpen om duidelijk de volheid en de grootsheid ervan te vatten. We zijn allemaal stralen, dat is het. We zijn allemaal stralen. Ik zou willen dat iedere student van deze straling, in zijn denkvermogen zou griffen dat voor deze onderrichtingen op geen enkel ogenblik een betaling mag gevraagd worden. Dit moet vrij zijn voor iedereen. Iedereen zou hier gebruik van moeten maken, daarom lees ik het ook voor. Iedereen moet het weten, ik wil ook niks anders dan dat iedereen dit weet. De student is altijd vrij om uit liefde en gift te doen. Precies, dat is ook wat mij dus veel gevraagd wordt en dat is ook wel leuk dat er dus nu een bedankje is. Dat je zelf mag bepalen, als jij daar behoefte aan hebt of dat leuk vindt om iets terug te doen, dat je dat kan doen. Kijk, de student is altijd vrij om uit liefde en gift te doen zoals zijn hart het hem ingeeft. Maar een prijs vaststellen in naam van de wet waardoor deze onderrichtingen gegeven werden, zou de deur onmiddellijk sluiten. De reden hiervoor mag ik u op dit ogenblik niet uitleggen. Het is niet zo dat de arbeider zijn loon niet waard is, maar dit werk valt onder een totaal verschillende werking van de goddelijke wet. Ooit zal ik dit uitleggen aan de studenten. Ik voel het ernstige, hoogst waardevolle verlangen van sommige studenten om als het ware fysiek deze innerlijke cirkel van stralen binnen te treden. Maar goed, je ziet ook, dit boek is ook te koop. Hoe zit dat dan eigenlijk, weet je wel? Het boek is te koop. Maar goed, de mensen moeten ook het papier betalen en het maken en het drukken en het uitgeven. Ja, dat blijft toch eigenlijk hetzelfde. Maar inderdaad, je zou niets liever willen dat het allemaal toegankelijk en gratis is voor de mens. Ja, vandaar ik het ook voorlees. Deze beminde zuster en broeder zijn gedurende 30 jaar krachtig en bewust voorbereid op dit werk. De elektronische cirkel waarin deze straling moet gericht worden. Ik voel het ernstige, hoogst waardevolle verlangen van sommige studenten om als het ware fysiek deze innerlijke cirkel van straling binnen te treden. Daarom zal ik trachten uit te leggen waarom dit onmogelijk is. Het verlangen en de uitstraling van deze beminde studenten is nochtans mooi en liefdevol. Het zou enkele jaren vergen om de cirkel nogmaals tot dit punt te brengen. Hoewel de straling van de anderen lieflijk en mooi is. Iedere persoon heeft een eigen aparte uitstraling en trilling. Terwijl het onzichtbare mechanisme, zoals ik het zal noemen, voor dit werk enerzijds zeer krachtig is, is het anderzijds zo teer als een ragfijne sluier. Ik verzeker u, beminde studenten, dat het zij mijn persoonlijke tegenwoordigheid, het zijn mijn bewust geleide straal steeds aanwezig is, telkens wanneer deze beminde zuster of broeder deze onderrichtingen doorgeeft. Laat mij duidelijk stellen dat het voor eender welk student onder deze straling nooit verstandig is om dit onderricht woordelijk door te geven aan iemand die nog niet onder deze straling is. Delen van dit onderricht mogen mondeling of op een andere manier doorgegeven worden om anderen te helpen. Maar wij willen niet dat iemand zo onverstandig zou zijn om te zeggen dat hij gemachtigd is dit onderricht door te geven wanneer hij hiervoor geen toestemming heeft gekregen. Dit kanaal moet altijd zuiver, harmonisch en onbaatzuchtig gehouden worden. En dit onderricht mag op geen enkel ogenblik gecommercialiseerd worden. Indien de student of de leraar dit onderricht dat van tijd tot tijd gegeven wordt, ernstig met het juiste gevoel en met vertrouwen toepast, zal hij zo'n
onoverwinnelijke magneet worden voor de overvloed en de rijkdom van God, dat het niet nodig zal zijn dit onderricht te commercialiseren om in zijn levensonderhoud te voorzien. Iedere persoon die bewust weet, ik ben de alomtegenwoordige, oneindige vervulling van Gods rijkdom en overvloed voor eigen gebruik, zal vroeg of laat volledig overtuigd geraken van deze machtige waarheid, ongeacht of hij de betekenis hiervan aanvankelijk volledig begrijpt of niet. Ik begrijp ten volle hoe belangrijk financiële middelen voor de mens schijnen te zijn, maar ik zeg u, beminde studenten, dat financiële ondersteuning altijd is zoals drijfzand, totdat u bewust het gebruik van de Ik Ben tegenwoordigheid als uw alomtegenwoordige eindeloze ondersteuning voor geld, liefde, begrip, licht of verlichting begint toe te passen. Tracht volledig overtuigd te geraken van de straling van hetgeen ik u geef, zodat u het kunt gebruiken met een zekere en onwankelbaar bewustzijn. Dit zal u voor altijd bevrijden van financiële druk. Wanneer u weet dat de Ik Ben tegenwoordigheid die u in beweging bracht of brengt, in iedere mens op aarde dezelfde is als in uzelf en in het universum, en wanneer u beseft dat deze tegenwoordigheid u de macht en de intelligentie geeft om deze vaststelling te doen, dan weet u dat zij overal en in eender welk bewuste toepassing werkzaam is, net zoals in de huidige toepassing die u nu maakt. Vroeger heb ik getwijfeld u deze toepassing of verklaring van deze toepassing te geven. Maar uw ernstige vraag heeft mij ertoe aangezet het toch te doen. Ik zend hierbij een welbepaalde straling die u in staat zal stellen deze verklaring in volle vertrouwen te gebruiken. De student zou zich altijd moeten herinneren dat het enkel door bewuste inspanning is dat hij zijn denken vredig kan houden. Ja, dus we moeten het zelf doen. zodat deze innerlijke kracht onbelemmerd kan doorstromen om zijn verlangen te volbrengen. In uw kindertijd werd u op school geleerd bepaalde problemen op te lossen, zoals bijvoorbeeld wiskundige vraagstukken. Tegelijkertijd werd u uitgelegd hoe u deze vraagstukken kon oplossen. Indien u de werkwijze niet toepaste zoals ze aangeleerd was, bekwam u uiteraard geen correct antwoord. Bijgevolg moest u er verder aan werken en blijven proberen tot u een correct antwoord bekwam. Wanneer u niet begreep hoe u er moest aan beginnen, vroeg u aan uw leraar meer uitleg, zodat u uiteindelijk de gevraagde oplossing vond. Het onderricht dat u nu gegeven wordt, verloopt op dezelfde manier. De toepassing ervan heeft nooit gefaald en kan ook nooit falen in de verwezenlijking van datgene waarop uw aandacht gericht is. Als u dit onderricht maar vastberaden blijft toepassen en dit volhoudt totdat u de resultaten in handen hebt of tot ze zich in uw leven manifesteren, laat mij nu uw aandacht vestigen op een zeer krachtige verklaring die Jezus Christus in zijn eigen woorden gaf. Van al het onderricht dat hij langs verschillende wegen ontving. En ik verzeker u dat sommige wegen zeer belangrijk waren. Was het enkel dit onderricht dat hem, wanneer hij het nauwgezet toepaste, uiteindelijk de vele verbazingwekkende magische uitspraken gaf, of vanuit zijn innerlijke aan hem openbaarde. Een van deze uitspraken was, ik ben de opstanding en het leven. Deze bevestiging stelde hem in staat om al eeuwenlang het voorbeeld te zijn voor de mensen. Eender wat u vraagt aan de universele alwetende tegenwoordigheid. Wanneer u de woorden ik ben gebruikt, moet het dezelfde, welbepaalde en zekere resultaten geven als Jezus bevestigde hem gaven, wanneer hij verklaarde, ik ben de opstanding en het leven. Tracht in alle ernst het enorme belang hiervan te voelen. Ik ben de opstanding en het leven. Laat mij u hierbij waarschuwen en u met nadruk verzekeren
dat het geen rol speelt wie of wat u bent of welk niveau van groei u bereikt hebt. Want wanneer u de woorden ik ben gebruikt, kunt u volstrekt niet falen in de verwezenlijking van datgene waarvoor u deze woorden gebruikt. Als u zich er met onwankelbare vastberadenheid aan houdt. Mooi, hè? Beminde studenten, ik voel de grote liefde die mij gezonden wordt en ik zal nooit nalaten deze liefde te beantwoorden. Schenk altijd in de eerste plaats uw grote liefde en verering aan uw eigen ik ben tegenwoordigheid. Het meestelijke zelf en dan aan degene die u zouden kunnen helpen. Velen onder u maken schitterende vooruitgang. Doe zo verder. Wees zelfverzekerd en wees u steeds bewust. Ik ben de veroverende, zegevierende tegenwoordigheid in alles wat ik wens te verwezenlijken. Ik ben nu de volledige beheersing van elke toepassing die ik maak. Mooi, hè? Dus, nog een keer. Ik ben de veroverende, zegevierende tegenwoordigheid in alles wat ik wens te verwezenlijken. Ik ben nu de volledige beheersing van elke toepassing die ik maak. Ik ben altijd de tegenwoordigheid in elke vraag. En ik beantwoord en vervul deze vragen. Geen enkele mentale toestand, zoals een gevoel of verwarring over iets, sluit de deur voor datgene waar u echt naar streeft. Anderzijds is de juiste houding vreugdevol, het standpunt in te nemen. Ik ben de tegenwoordigheid die mij in staat stelt te zien en te horen met het innerlijke zicht en gehoor, en op geen enkel ogenblik uzelf toe te staan in verwarring te geraken, omdat iemand anders mogelijkheden gebruikt die anders zijn dan de uwe. Wees er eerder blij om. De leraar of student zou snel moeten beseffen dat de onwetendheid van het lager denkvermogen op geen enkel ogenblik de kracht kan hebben om hem in verwarring te brengen. Zelfs niet wanneer deze gedachten tegen hem persoonlijk gericht zijn. Wend u altijd tot uw eigen ik ben tegenwoordigheid en vraag dat u het plan dat u zou moeten volgen duidelijk zou kennen en zien. Het portret van de meesters en het onderricht zouden door de studenten als heilig moeten beschouwd worden. Blijf steeds trouw aan de aloude uitspraak: weten, durven, doen en zwijgen. Want wanneer studenten over deze zaken beginnen te discussiëren met mensen die hiervoor geen belangstelling tonen, dan versnipperen ze hun kracht in plaats van deze bij zichzelf te houden voor hun verlichting. Dus dring het nooit op aan mensen. Alleen mensen die ervoor openstaan, praat daarmee. Ga niet in discussie. Want ja, je versnippert dus je kracht. Het heeft geen nut. Die moeten lekker hun eigen pad volgen. Het volgende zeg ik u met de vurigheid van mijn hele wezen. De student moet altijd onthouden dat het onmogelijk is een egoïstisch verlangen of een zelfzuchtige bedoeling te hebben wanneer hij reikt naar de meesterlijke ik ben tegenwoordigheid voor liefde, wijsheid, kracht en verlichting. Ja, nou en dat is het inderdaad. Het is onmogelijk, ja, om zelfzuchtig en egoïstisch te zijn als je naar liefde, wijsheid en kracht en verlichting wilt gaan. Die dingen die gaan dus echt niet samen. Dat kan niet. Dat zijn twee andere werelden. Ter verduidelijking zou ik kunnen zeggen, en ik ben er zeker van, dat hij geen bezwaar zal maken. Dat deze goede broeder de enige student is die ik ooit gekend heb, die de stuwkracht om leraar te worden volledig beheerst heeft. Deze kracht komt steeds ergens op het pad van de student naar voren. Dit verlangen is niet onwaardig, maar in zeer veel gevallen overvalt het de studenten te vroeg. Het overrompelt hen voordat ze mentaal voldoende sterk zijn, zodat ze geconfronteerd worden met belemmeringen,
die ze het hoofd niet kunnen bieden. Zo geraken ze onmoedig om nog verder inspanningen te doen, waardoor ze het prachtige werk verwerpen dat ze later hadden kunnen verwezenlijken. Het belangrijkste in het leven van iedere student is de liefde en vereering van zijn eigen machtige Ik Ben Tegenwoordigheid. De student moet geduldig volharden totdat hij zo stevig verankerd geraakt in zijn machtige tegenwoordigheid, dat hij steeds door haar wordt versterkt. Een opruier kan in 1 uur meer schade berokkenen dan u zich realiseert. Wanneer u iemand er eenmaal kunt toe aanzetten om de Ik Ben Tegenwoordigheid te gebruiken, zal deze persoon zich hiervan nooit meer afkeren. Ik ben vastbesloten de studenten de Ik Ben Tegenwoordigheid voortdurend voor ogen te houden, zodat ze beseffen dat ze gebruik maken van een machtige intelligentie, kracht en liefde, en dat ze deze in werking brengen. Jezus kwam uit eigen wil. Hij toonde studenten de weg die hij gebruikte om de laatste vijand te verslaan. Precies, dat is de dood. Het vraagt enorme kracht om voet bij stuk te houden. Niets kan u voortdurend succes geven in het menselijke bestaan, behalve het bewuste gebruik van de Ik Ben Tegenwoordigheid. Wees onverwurmbaar tegenover datgene dat u zou doen afzien van het gebruik hiervan. Zeg dikwijls: ik weet wat ik doe en ik doe het. U zult soms erg krachtige taal moeten spreken om interferentie uit te sluiten, maar wees hiervoor niet ontvankelijk. Ja, soms moet je gebalde vuisten, zeggen ze, of jezelf stevig toespreken dat uiterlijke geen macht over je heeft. Beslis wat u wenst te doen en zeg dan: ik ben de tegenwoordigheid die dit doet. Het gebruik van de ik ben verhindert de ontwikkeling van alles wat niet in evenwicht is. Ik ben is alles. Ik ben is het allesomvattende evenwicht. Want zij is de macht en de heersende intelligentie van alle volmaaktheid. De ware werking van de ik ben dwingt tot evenwicht. Nou, gaan we het nog een keer zeggen. Ik ben de tegenwoordigheid die dit doet. Het gebruik van de ik ben verhindert de ontwikkeling van alles wat niet in evenwicht is. Ik ben is het allesomvattende evenwicht, want zij is de macht en de heersende intelligentie van alle volmaaktheid. De ware werking van de ik ben dwingt tot evenwicht. Het bevel ik ben is de werking van datgene wat er reeds is, en zij brengt dit in de materie. Momenteel zijn er in Amerika verschillende mensen die absoluut zeker hun lichaam zouden kunnen verheffen, indien ze zich dag na dag in Jezus' standpunt ik ben de opstanding en het leven zouden inleven. U kunt de woorden ik ben niet gebruiken in een bepaalde context, zonder ze te koppelen aan de kracht om het uit te voeren. Er zijn 2 zaken die de spirituele groei van een student vertragen. De ene is wanneer de echtgenoot of echtgenote niet akkoord gaat met de inspanning die de student doet. Dat is een hele goeie. Heel veel relaties, ook met die Kiona. En de andere is suggestie van buitenaf. U hebt uw ik ben tegenwoordigheid die allesomvattende intelligentie is, dus wees onverwurmbaar voor eender welke suggestie, goed of slecht. Dus als zit je in een relatie en ben je hiermee, is het heel belangrijk dat jullie samen hiermee bezig zijn. Of in ieder geval dat die ander ervoor open staat dat je hiermee bezig bent. En laat de ander, als jij dit te horen krijgt en je bent nog niet zo ver, en laat die ander ook zijn ontwikkeling doormaken. En
kunnen jullie niet communiceren met elkaar? Lukt het helemaal niet? Ja, dan is dit misschien niet het pad wat voor jullie samen is weggelegd. En dan is het tijd je wegen te scheiden en je eigen pad te gaan volgen. Want anders word je echt niet gelukkig. Soms zouden wij een hele redevoering willen wijden aan het verstandig omgaan met spiritisme. Niet 1 op 10.000 mensen begrijpt dat het ontwaken van het psychische zicht geen spirituele zaak is. Wanneer mensen psychisch zicht beginnen te ontwikkelen, gebruiken ze slechts het fysieke zicht dat zich een beetje meer ontwikkeld heeft en ze weten dit niet. Nou, dat is een heel goed voorbeeld inderdaad, ook met de Kyona-tijd. Er zijn heel veel mensen die het inzicht hebben gekregen, ja, bijvoorbeeld over de prik of over dat er iets niet klopt of dat de overheid liegt of nou ja, ga er maar door. Alleen het spirituele is nog niet ontwikkeld. Ja, dus ze weten heel veel over de duisternis, die krijgen ze ineens te zien, zeg maar. Alleen het licht weten ze nog niets van. Nou ja, het is ook heel goed dat je eerst de duisternis kent, want dan weet je in ieder geval hoe dat zit en hoe je gemanipuleerd wordt. Alleen, ja, je moet voor jezelf ook weer een lichtpuntje, het licht moet je zien. In het psychische rijk bieden de gegeven suggesties juist genoeg waarheid om de belangstelling te verankeren en de aandacht vast te houden, totdat de psychische krachten vaste greep hebben op de persoon. Dit wordt altijd veroorzaakt door de fascinatie voor het verschijnsel. Wanneer iemand de aandacht richt op de ik ben tegenwoordigheid, leidt dit hem naar de volheid van de ik ben tegenwoordigheid. Elementalen worden gebruikt voor elke werking van de natuur, maar zij voorkomen niet dat andere krachten werken, en zij zijn niet de enige krachten die in de natuur werkzaam zijn. Er zijn tijden dat de grote kosmische wezens hun aandacht richten op de natuur. Elke gedachtevorm die door een opgevaren of kosmisch wezen wordt uitgezonden, is volmaakt. Wanneer de gedachte van dit wezen gericht is op de manifestatie van sneeuw of iets dergelijks, dan neemt dit de volmaaktheid aan van deze gedachte. Want elke gedachte heeft een vorm. Zeg, ik ben de tegenwoordigheid die in deze werking binnentreedt en deze tevens openbaart aan mijn bewustzijn. Vervolgens zal het lager denkvermogen de volledige innerlijke activiteit begrijpen en ze in uw dagelijkse handelingen brengen. Wanneer mensen de psychische of spiritistische sfeer binnengaan, is alles vervormd en is er geen enkel duidelijk bewijs van de waarheid. De wezens in het spiritistische gebied trachten anderen in hun macht te krijgen. Daar hebben we het over, geesten. Ja? Het eerste wat zij doen is beginnen voorspellen. Niemand kan een standpunt innemen tegen een boodschapper van het licht, zonder zelf weerbords te krijgen, want het licht stoot alles af wat niet gelijk is aan zichzelf. Ja, het kan dus zijn hè, dat je dus, demonen noemen we het maar, ja, dat vind ik toch altijd wel wat beter om uit te drukken, want dan is het in ieder geval dat je gewaar bent en dat je het niet alleen maar als een geest ziet of als een, weet ik veel, een gids, want sommige mensen denken dat het ook nog gidsen zijn. Natuurlijk zijn er ook gidsen. Maar die laten dit dan toe en dan, dat is eigenlijk als het iemand overneemt. Ja, dat je niet meer jezelf bent of dat je, ja, dat je overgenomen wordt letterlijk. En ja, dan willen ze macht over je. Dat zijn die stemmen. Ja, die stemmen, de programmaties. Dat zijn demonen. Dat kunnen van andere mensen zijn of weet ik veel, van wat lagere invloeden in ieder geval. Zegening. Vanuit de volheid van uw geweldige overvloed, machtige ik ben, voelen wij uw stromende energie. Wij voelen uw omhullende liefde en uw onderscheidende tegenwoordigheid, die allen die zich tot u wenden onmiddellijk in uw volmaaktheid opneemt. Wij voelen dat uw glorievolle tegenwoordigheid hen omhult met uw machtige mantel van vrede, hen in staat stelt om volmaakte zelfbeheersing te behouden
en hen ondersteunt met uw machtige volmaaktheid, zodat zij nu uw machtige tegenwoordigheid kunnen uitdrukken. Nou, lieve mensen, dit was redenvoering 21. We zijn aangekomen bij redenvoering 22. Ik wil jullie weer hartelijk bedanken voor het kijken en dat jullie er veel van hebben geleerd. En dat jullie deze kennis verder geven. Vooral lekker ook zelf ontwikkelen. Dikke kus en knuffels, ik hou van jullie. Doei!